Bolko 82, Jubileum Blend Superior Suriname Golden Rum. De dop is helemaal verschroefd. Ja, hij is nog helemaal dicht. Hij is nog nooit opengemaakt, dus dit ding is bijna 40 jaar oud. 39 jaar. Klopt, ja. Klopt. Oud. Is hij dan echt wel lekker? Hij smaakt anders. Nou. Ik heb ooit eens een hele krat hiervan gekocht. En ik ben zo dom geweest om een heleboel van die flessen hier en daar te verdelen. Dus ik heb volgens mij dit één keer gedronken. En heel vreemd. Het rookt naar lijm. Het rookt naar houtlijm. Maar het was wel verschrikkelijk lekker. Het smaakt totaal anders dan de Borgo die je nu hebt. Ik heb gisteravond nog Borgo gedronken. Dus ik ben goed voorbereid gekomen voor dit gesprek. Maar dit is Borgo. Dat dus volgens mij nog werd gemaakt met Marienburg suiker. Klopt dat wat ik zeg? Nee, dat kan niet meer. Dat kan niet meer? Nou, die fabriek was toen al dicht. Die fabriek was in 82 al dicht. Mm. Oké. Okay. Heeft u zelf Borgo gedronken? Pardon? Heeft u zelf Borgo gedronken? Ja, ik heb alle rums van Marienburg gedronken. Ja, rum wordt gemaakt uit suikerriet en niet uit een ander product. Dus je kan geen ander alcohol gebruiken. Elke suikeronderneming vroeger had zijn eigen riet, zijn eigen rum, toch? En behalve rum maak je ook dram. Dat zijn een ander alcohol. Maar als je kijkt naar de vraag die we eerder stelden, hè, waar we het eerder over hadden, namelijk dat stukje van verstedelijking en werkgelegenheid. En je kijkt dus eigenlijk nu naar de plantage Marienburg. Het ziet er helemaal troosteloos verdrietig bij. Mensen daar in de buurt hebben nauwelijks werkgelegenheid. Ze doen er wat maar bij. Of ze moeten helemaal naar de stad togen. Er wordt wat aan landbouw gedaan. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.